In de coronaperiode is de kringloopwinkel Sint-Michaël in Groesbeek begonnen met de verkoop van groente en fruit. Dit mag officieel niet, omdat de winkel niet beschikt over het juiste bestemmingsplan. 2 jaar lang werd de verkoop gedoogd door de gemeente Bergendal. Maar deze periode eindigt binnenkort. Al zo'n 6 jaar verkoopt de kringloop in Groesbeek goedkoop groente en fruit. Eerst zonder problemen, maar volgens de gemeente past dit niet bij het bestemmingsplan van de kringloop en dus moeten ze ermee stoppen. De afgelopen 2 jaar werd de verkoop nog gedoogd, maar die periode zit er nu bijna op. En voor 2 jaar terug begon de gemeente daar moeilijk over te doen, omdat we op een industrietrein zitten en er geen detailhandel mocht. En wij dachten, nou, de kringloop is een detailhandel, dus groente en fruit zou ook mogen. Maar dat mocht dus niet. En we hebben toen een periode van gedogen gekregen van 2 jaar. En dat loopt dus nu 31 december af. Ja, het bestemmingsplan staat het niet toe dat er verse groente en fruit wordt verkocht op het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is echt bedoeld voor bedrijven die geen detailhandel hebben. De gemeente wil dit graag zo houden en detailhandel alleen in het centrum toestaan. Wij hebben gezegd, ons kernwinkelgebied in Groesbeek is belangrijk voor ons. We vinden het belangrijk dat we daar de detailhandel concentreren, want dat houdt ons centrum levendig en aantrekkelijk. Want we willen zo min mogelijk leegstand hebben in het centrum. Voor de kringloop een flinke financiële tegenvaller, maar de stichting maakt zich vooral zorgen over de klanten die hier via de voedselbank verse groenten en fruit halen. We hebben 140 gezinnen bij de voedselbank, dus die 140 gezinnen hebben nu een pasje van ons en op de vertoning van dat pasje kunnen ze wekelijks of per 2 weken groenten en fruit hier halen. Want vooropgesteld, we vinden de kringloop belangrijk voor ons dorp. Ze zijn echt heel erg betrokken bij de Groesbeekse gemeenschap, steunen ook veel initiatieven uit Groesbeek, vinden we allemaal echt heel waardevol, maar kan geen reden zijn om dan maar goed te vinden dat er dingen gebeuren op het bedrijventerrein die anderen ook niet mogen. De gemeente erkent ook de inzet van de kringloop en dit is ook een van de redenen geweest waarom het 2 jaar lang gedoogd is. Maar de verwachting was ook dat de kringloop een nieuwe locatie zou vinden binnen die 2 jaar. We hebben wel meegedacht in oplossingen. Ja, bijvoorbeeld misschien een plek op de markt. Nou, er is een leegstaande supermarkt hier in het dorp. Misschien is dat dan een goede plek voor de kringloopwinkel. Dus we hebben echt wel proberen mee te denken. De kringloop geeft nog niet op en heeft een wijziging in bestemmingsplan aangevraagd. En ze zijn een handtekeningactie gestart. En binnen een aantal dagen hebben ze al honderden handtekeningen opgehaald. We proberen toch de gedogen te verlengen. Of in ieder geval een wijziging in het bestemmingsplan aan te vragen. Die aanvraag die loopt, maar daar hebben we ook nog steeds geen antwoord op. Ik hoop dat we door mogen. Anders wordt het somber. Ja, want ik vind het toch heel, ja, gewoon voor de mensen van de voedselbank ook heel erg dat ze dan weer niks hebben. Want uiteindelijk zijn we daar ooit voor begonnen.